Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Nou, zoals ik al aangegeven had, deze keer ben ik te wat eerder op de dinsdagochtend. Dat kwam mij wat beter uit. En we gaan vanmorgen lekker een kerstkaartje maken. Ik ga hem gewoon samen met jullie maken en ik heb een klein gedeelte voorbereid. We gaan gewoon zien hoe ver we vandaag gaan komen. Ik ga deze keer aan de slag met 3D en ik heb een hele mooie collectie van Findit en dat is de Ruby Christmas en ja, hij is gewoon ontzettend leuk. Dus we gaan kijken wat we er vandaag van kunnen maken. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik alles gedeeld. Kan ik mijzelf vinden. Kunnen wel wat verkoeling gebruiken met deze warmte. Ja, klopt. Ja, daarom doe ik het ook eigenlijk nu al in plaats van vanmiddag. Want zeker in de winkel is het dan veel te warm. En bij mij thuis ook eigenlijk best wel. En ik had ook nog wat andere dingen op de planning staan. Ik denk, weet je wat, we beginnen gewoon lekker 's morgens vroeg. Dan is dat in ieder geval... Ja, ik wilde gewoon heel graag creatief zijn. En ik denk, dan ben ik in ieder geval ook bezig vandaag. Nou, ik laat gewoon even kort de collectie nog een beetje zien. Ik heb niet alles hier bij de hand. Dus jullie moeten een beetje doen met stukjes die ik hier heb. Ik heb het een en ander gesneden. Daar gaan we mee bezig. En dat moet straks een kaart worden. Er zijn in ieder geval hele mooie knipplaatjes. En die zijn ook verkrijgbaar in push-out. Dus wil jij niet knippen, je kan ook gaan voor de standsplaatjes. Er zijn ook hele leuke kleine plaatjes bij. Die zijn ook leuk voor op 3D kaartjes. Of die kun je ergens ter decoratie nog erbij gaan plakken. Deze hebben we nog met de kerstbal. En een met vogeltjes. Nou, ik heb er nog eentje, maar die heb ik al geknipt. Dus die kan ik nu even niet laten zien. Er zit een paperpad bij. Ja, hier heb je eigenlijk de complete collectie. Dit zijn de stansmalletjes, een heel mooi frame, een rosette, een amaryllis en een klok. Er zijn twee tekenstencils, er zijn twee stempels, er zijn dus vier knipvellen en zo'n klein knipvel. En er is bijpassend kaartkarton. Nou, paperpad zit achterin, zitten ook van die ronde plaatjes. De kleuren zijn echt ja, ontzettend mooi. Hele mooie designs ook. Alles zit er twee keer in. Ik heb dus al het een en ander gebruikt. Op de voorkant zit ook nog een kaartje ter inspiratie. En daarbij zit ook een paperpad met de unikleurtjes. Die kan je dus weer heel mooi gebruiken voor het stanswerk. Zodat je het stansen in dezelfde kleur kunt doen. Ik vind dit te dun voor een basiskaart. Maar voor het stansen... is het wel, ja, vind ik het ideaal. Het linnen cardstock heb ik hier niet. Maar er zijn dus setjes verkrijgbaar met bijpassende kleuren linnen cardstock. Maar aangezien ik zelf zoveel losse linnen structuur nog in de kast had liggen, heb ik gewoon mijn basis uit de kast gehaald. In eerste instantie wilde ik met deze mal wat gaan maken. Maar... ik liep een klein beetje vast met de voorbereiding en de tijd. En ik dacht, dat wordt een veel te grote creatie voor deze live. Dus deze ga ik een andere keer doen. We gaan straks iets anders maken. Misschien dat we er nog een klein begin aan kunnen maken. Wat ik wel even kan laten zien is de basis die ik dus al klaar heb. Ik heb hem uit het Bordeaux linnen cardstock uitgeknipt. De letters kerst ga ik met foam tape daar weer op plakken. Dus die komen daar weer op. Hier wil ik dan nog een randje langs gaan maken met deze border. En die wil ik dan twee keer uit gaan stansen. Dus dat die gewoon als een randmalletje hierachter komt. Hij komt dan alleen wel in het groen. En dan wordt dit een soort pocket. Of wat ik later nog bedacht was, misschien is het ook leuk om hier drie cirkels op te maken. En dat ik dus deze rosetjes daarop ga doen.
Dus dat ik 3 leuke rosetjes daarop ga doen. Misschien als er straks wat tijd over is dat we er nog mee gaan spelen. En ik wilde dan aan de binnenkant van deze kaart. Maar ja, daarom gaat het ook niet helemaal lukken. Want de binnenkant moet ik dan ook beplakken. Wilde ik dan deze gaan maken. Designpapier eronder. En hier een leuke tekst op gaan maken. Dus wie weet gaan we daar straks nog mee bezig. Maar ik liep vast met de voorbereiding. Ik denk dat moet ik niet gaan doen. Dus we gaan iets anders doen. Ik heb nog wel de stansmalletjes even om te laten zien. Ik heb dus die mooie cirkelmal. We hebben een klokje. Die ga ik straks ook gebruiken. Die moet ik nog even afhalen. We hebben de amaryllis. Ik weet niet zeker of ik die ga gebruiken. En we hebben dan die leuke... ja, rosettes, die ga ik wellicht straks nog even opbouwen. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver we gaan komen. Heb ik nou alles laten zien? Volgens mij wel zo goed als. Dus dan gaan we gewoon zo van start. We gaan gewoon gaandeweg een beetje kijken hoe en wat. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus het een en ander een beetje gepakt. Ik heb het Bordeaux linen cardstock. En die heb ik, moet ik even weer spieken, 16 centimeter hoog. En ik had hem 27 centimeter breed. Dus 16 hoog, 27 breed. En die heb ik gerild op. Aan de ene kant 6,5 centimeter en aan de andere kant op 7,5 centimeter. Ik heb dan hier voor de binnenkant, ja, ik heb er alvast gesso op gesmeerd. En jullie zien wel, ik heb heel ruw en snel gewerkt. Dus ik heb mijn papier ook overal vol met gesso zitten. Maar dat maakt niet uit. Dat zie je nooit meer. Aan de binnenkant... komt designpapier en dat is 13, oh ik ga het voor de zekerheid even meten, volgens mij 13,5 breed bij 15,5 hoog. Die gaat daarop komen. Dan heb ik nodig... Jullie snappen vast al wel weer wat ik ga doen. Een beetje dubbelzijdig tape. En ik plak hier onderaan wat dubbelzijdig tape. En hier bovenaan. Ik sta stil. Nou, ik zit wel stil op de stoel. Nou ja, ik beweeg wel een beetje. Maar mijn beeld loopt wel door. Dus ik denk dat het aan je eigen beeld ligt. Misschien dat je dan even een keer weer opnieuw in moet loggen. Ik pak er even mijn tooltje bij om de tape eraf te halen. Dus misschien dat je even een keer Facebook opnieuw op moet starten. Dubbelzijdig tape. Deze plakken we dicht. Dus dit is een stukje van 7,5 centimeter. Dan gaat deze daarop komen, maar die plak ik nog even niet vast. Even kijken. Deze kon, dacht ik, hier ook opkomen. Nu moet ik even weer voor mezelf spieken, hoor. Wat wijsheid is. Want ik had namelijk bedacht... om deze dan op de... voorkanten plakken. Dan komt hier een strookje overheen. Dan wil ik hier een magneetje onder gaan maken. En dat magneetje moet daar weer op gaan vallen. Dan komt deze voor de helft daar overheen. En daar komt dat plaatje weer op. Dus deze gaat daar zo op komen. En dan wil ik deze hier met een magneetje laten sluiten. Dan doe ik het magneetje aan de onderkant van deze even.
even magneetjes erbij pakken. Dat zijn er twee. Dan pak ik daarvoor even mijn sterke dubbelzijdige tape. Even. Daar wat tape. Ik doe het niet te dicht langs het randje, want dan zit je straks met het designpapier dat niet zo makkelijk vastgaat. Dus ik doe hem aan de onderkant van de flap, doe ik het magneetje. Dan hoeft het maar door één laag. Nou, hè. Warme weer werkt niet mee, want het is allemaal statisch en het wil allemaal net niet. Magneetje even openmaken. Ik doe er nog even een stukje tape overheen. Nou, ik wil gewoon niet luisteren vandaag. Dan kwam dat donkere stukje aan de achterkant. Dan heb ik die in ieder geval alvast erop zitten. Dan kan ik dat niet meer vergeten. Even kijken, ik zal dat strookje even opmeten. Hij is in ieder geval 13 centimeter breed. Of was het nou 13,5? Even kijken. 13 centimeter breed, want mijn kaart is dus 13 centimeter qua breedte. Je kan dit overigens ook met een lintje doen als je dat leuker vindt. Nou weet je, ik kan deze kant ook wel gelijk op gaan plakken. Kan ook. Vast is vast. Dan hebben we dat strookje gewoon klaar. Dus die plakken we daar weer op. Dan ga ik even bij deze uitmeten wat mijn midden is. Dan heb ik zo'n handige liniaal van Marianne Design. Die heeft het midden gecentreerd. En even kijken. Ik heb aan beide kanten een stukje van 8. Even kijken. Daar zit het magneetje. Aan beide kanten heb ik... Tussen de twee heb ik aan beide kanten nog één blokje over. Nou, dan geef ik aan dat die daar straks moet komen. Dat is... Oh, dat moet ik aan de andere kant doen. Grapje. Hij moet aan deze kant erop komen. Dus ik moet eerst deze vastplakken. Dan weet ik straks precies waar die moet komen. Dan kan ik mijn magneetje iets makkelijker vastplakken. Dus eerst gaat deze hierop. Dan ga ik bij deze weer het midden opzoeken. Dat was 8 aan beide kanten. Dan was deze 2 en een streepje, dus hij moet hier tussen komen. En hij moet eigenlijk gewoon tot daar vastgeplakt worden. Dus tot ongeveer de helft. In ieder geval deze even zo eroverheen. Even kijken. De helft van deze. Hier zit het magneetje. Dat is 6,5. Dus dat ongeveer daar moet ik de lijn doen. Wel zorgen dat je aan de goede kant dus de lijn doet. Dat je niet waar het magneetje zit, dat je die volplakt.
Nou, ik had dus precies een lijntje aangegeven waar ik moest plakken. Dus nou zit hij altijd netjes recht vast. Dan gaan we aan die kant ook een magneetje erop doen. Even een klein papiertje ertussen. Magneetje erop. Op het magneetje doen we even wat lijm of wat tape. Als ze die af wil. Zo. Dan gaan we hem sluiten. Dan hebben we ons magneetje daar zitten. Stukje tape eroverheen, zodat het beter met het designpapier weer gaat plakken. En dan kunnen we daar ons design overheen doen. Nou, het tape werkt vandaag echt niet mee. Nou ja, geeft niet. Gewoon geduld hebben. Even kijken, ik wilde daar dat ruitje op hebben. Ja, die kwam aan deze kant. Ik moet wel het goede designpapier op gaan plakken. Want anders gaat dat nog weer mis. Nou, wat geen hele moeilijke kaart, denk ik. Maar ja, we zijn er nog niet, hè. Als ik straks eenmaal weer aan het decoreren ga, dan zul je zien dat ik gewoon blijf plakken. Maar we gaan ons best doen om het een beetje te beperken. Nou, die zit vast. En dan kwam deze aan die kant. Moet ik even kijken wat wijsheid is. Even kijken, dat is niet de goede. Ik moet nog zo'n frame hebben. Of was dit nou wel de goede? Ja. Och. Nou, dat heb ik wel heel slim gedaan. Ik heb deze dus uit parelmoer kaartstok gestanst. En ik heb dus de achterkant uit het goede kleurtje gedaan. Nou ja, was de bedoeling dat parelmoer aan de voorkant zou komen. Maar scheelt, we gaan ook een gedeelte van de achterkant zien van deze kaart. Dus dan is de achterkant ook gewoon mooi. Deze gaat hier in het midden komen. En dan plakken we hier deze weer overheen. En dan moet ik het design daar dus onder plakken. Ja. Ja, ik ga hem nu niet opnieuw uitstansen en dat is niet omdat ik dat niet wil. Maar dan moet ik al die losse elementjes er weer uitpriegelen en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus het is gewoon even een kaart met een schoonheidsfoutje. Normaal gesproken, als ik nu geen live had gehad, had ik het wel overnieuw gedaan. Maar ik vind het voor nu eventjes, vind ik het wel goed. Nou, deze moet ik dus voor de helft op gaan plakken, omdat hij hier achter komt. En zoals je ziet, je had dit dus ook met een lintje kunnen doen. Maar ik doe het dus gewoon met een magneetje, dat hij weer sluit. Deze ga ik tot de helft voorzien van lijn. Ik heb hiervoor dat mooie parelmoer karton van Marianne Design gepakt. En dat heb ik geloof ik, ja, die heb ik wel gelinkt. Dus die kun je terugvinden tussen de productenlijst. Deze, ja, ik kan hem ook hieronder nog even vastmaken. Dan zit hij sowieso goed vast. Want dat is toch het decoratiestrookje. In het midden gaat deze komen. En daar gaan we ook nog een beetje op spetteren. Ik heb hiervoor de cirkelmal gebruikt die dus in deze collectie zit. Dat is deze uit het Solid, die extra velletjes of paperpad met die basiskleurtjes. En eentje uit designpapier. Die ga ik in het midden opplakken. Ik had daar al een beetje gesso op gedaan.
denkt, kan maar vast klaar zijn. Die past hier weer in het midden. Even kijken, ja. Zo zit hij netjes in het midden. En ja, we kunnen deze erop plakken. Of we doen het niet. Want ik had eigenlijk bedacht dat die aan de binnenkant moest komen. Want aan de binnenkant kwam deze. En dan wilde ik daar die cirkel op gaan doen. Nou, ik ga deze toch zo laten. En dan ga ik die andere gewoon aan de binnenkant doen. Ik had ook alvast, of aan de voorkant. Ik had alvast twee labeltjes. Die worden daar straks achter gestoken. Deze kan ik al wel vast op gaan plakken. De decoratie moet ik straks wel allemaal nog bedenken, dus dat gaan we zo meteen doen. Kijk, maar dan hebben we aan deze kant ook gewoon nog een leuke decoratie. Die mal die komt gewoon zo voor de helft uit. En ik heb dus aan deze kant mooi de luxe kant. Dus de binnenkant is gewoon helemaal chic. Even kijken. Deze kwam voorop met zo'n 3D-plaatje. En dan kan daar een mooie tekst nog op. We hebben van Studio Light ook leuke teksten. Even kijken. Wat voor tekst gaan we doen? De beste wensen. We hadden ook een rondje kunnen doen. Eerst wilde ik gaan stempelen erop, maar ik denk niet dat we dat doen. Ja, nu irriteer ik me eigenlijk dat dat net viezig is. Oh, wacht even. We moeten toch spetteren met onze Posca nog. Dus dan valt dat straks niet meer op. En dan kunnen we er ook nog wat ijskristalletjes bij gaan doen. Kijk, moeten we nog een beetje spetteren, ook op de achtergrond. Dan is het al een stuk leuker. Dat valt dus niet meer op, dus deze gaat er zo opkomen. Ik draai hem gewoon iets naar beneden toe. Ik vind het wel leuk om deze hierop te doen. Dan ga ik straks gewoon nog even bedenken welke tekst er precies op komt. Deze komt daar. Het 3D plaatje gaan we onderaan doen. Nou, die moet ik nog even in 3D opbouwen. Misschien dat we dat straks doen of dat ik dat later nog even doe. Kijk, zo valt hij precies over dat stukje heen. Hartstikke mooi. Weggewerkt. Dan gaan we hierbij nog een leuke decoratie doen. Ik wilde het niet te druk maken aan de voorkant eigenlijk. Omdat dat ja, 3D plaatje moet wel een beetje leuk uitkomen. Ik heb nog heel mooi roze organza lint. Daar wilde ik een strikje van gaan maken. Dat organza lint zal ik voor jullie ook nog even gaan linken. Dat komt nog. Even strak aantrekken. Die gaan we even schuin afknippen. Zo. Ik dacht, die doe ik daar aan de zijkant. Dan kwam die tekst van fijne feestdagen, dat komt erboven. Die gaat daar komen. Ik heb nog wel wat leuk groen touw
Dat vind ik wel leuk om daar even een strikje van te maken. Je kan het ook met jute touw doen. Kijk even wat jij in huis hebt. Touwtje daar overheen. Dan hebben wij nog wat parelspray. Dat is ook altijd wel leuk. Ja, meestal, dat weten jullie ondertussen wel, ga ik mijn parelspray in het midden eventjes vastmaken. Zodat het gewoon net iets makkelijker vastzit. Of iets mooier ook op de creatie te verwerken is. Die komt daar straks in het midden. En ik zat te denken om deze keer dan even, waar heb ik nummer 2, van die leuke belletjes hier in het midden te doen. En verder wilde ik dan niet zo heel veel doen, op de voorkant tenminste. Even kijken, waar is mijn tweede belletje gebleven? Ik zie er nog maar 1. Nou, dan plak ik die aan. Ik kom hem misschien straks nog wat tegen. We hebben nog wel ook hele leuke takjes in deze collectie. Die kan ik erop doen. Of ik ga een gedeelte van deze tak erop doen. Ik ga toch een gedeelte van deze tak doen. Dit is de een van ECD. En ik had er daar al een aantal van voorbereid. Dat is zo'n leuke tak. En daar heb ik dus van die mini prils op gedaan. En ik heb de kleur rose gold. En die past ontzettend goed bij deze collectie. Nou, daar ga ik er zo één naar beneden doen. En één naar die kant. Dan doe ik hier in het midden dan dat belletje nog. En dan denk ik dat ik op deze, op de voorkant niet meer doe. Of ik ga deze nog even in het groen uitstansen. Dat is misschien ook wel leuk. Ik ga mijn lijmpistool aanslingeren. Wacht even, ik kan wel even zo'n belletje nog uit de kast pakken. Dat belletje ga ik ook even aan een groen touwtje vastmaken. Je kan het ook met zo'n sieradenbelletje doen. Of zo'n sieradenringetje. Dat kan ook nog. Ik knoop die gewoon weer hier omheen. Dan zit die helemaal vast. Ze maken er gewoon weer een leuke eigen decoratie van. Touwtjes even een beetje afknippen. Kijk, wat toch leuk. Gaan we dat zo opplakken. Ik hoop dat mijn lijmpistool zo al warm is. Nou, misschien dat we dan nog een paar plakpareltjes erop kunnen doen. Maar de komende in ieder geval niet zo heel veel extra nog bij op. Ik vind dan de voorkant straks al wel druk genoeg. En we moeten de binnenkant ook nog bekleden. Dus deze laat ik zo een beetje naar beneden lopen. En ik doe even een klein drupje lijm daaronder. En een klein drupje lijm daaronder. Nou, ik vind het wel leuk om die teksten dan toch nog even een klein accentje weer met onze witte pen. Nou, ook op die takjes zou je nog een klein beetje wit kunnen doen. Even kijken. We zullen eens even kijken als we deze uit groen uit gaan stansen of dat leuk is. Ik denk het haast wel, maar even kijken. Welke kleur groen we pakken. Ik denk dat deze mooie donkere groen er wel leuk bij is. Dan gaan we die even 2 keer uitstansen.
de rest van de decoratie moet ik gewoon nog een beetje bedenken. Dat gaan we nu gewoon even samen gaandeweg doen. Stansmachine. Even kijken, het extra plaatje. Kan mijn lijmpistool ondertussen nog even warm worden. En dan zal ik zo eens even kijken of jullie nog wat speciale vragen hebben. Volgens mij valt het nog wel mee en het is ook geen moeilijke kaart, dus het wijst zich allemaal vanzelf wel. Daar ga ik straks nog een beetje gesso op doen. Die komt dan daar. En eentje naar de andere kant. Zo. Ja, ik denk dat ik het wel leuk vind om er toch een klein beetje groen bij te doen. Anders dan wordt het wel heel erg rood en roze. Nou ja, mag ook. Het is Ruby Christmas, hè. Maar ik vind het toch wel leuk als er een klein beetje kleur nog bij zit. Dit kleine takje zit dus bij die set van de ijskristen. Of bij de kerstbel. Dus deze is ook van de Ruby Christmas collectie. Ik wil proberen om zoveel mogelijk een beetje te beperken tot de card deco malletjes. Ik vind het altijd wel leuk als ik dan met zoals dit merk ga werken, dat je dan ook zoveel mogelijk van dit merk gebruikt en niet alles door elkaar heen. Tenminste, voor de live vind ik dat dan wel leuk. Mijn strikje komt erop. Die komt daar. Op het strikje kwam, even kijken, eerst het belletje en dan ga ik dat groene strikje ga ik daar weer tussen plakken. Dus deze komt eigenlijk een beetje zo weer tussen. Kijk, zie je, dan hebben we toch een superleuk belletje. Gewoon een beetje weer mee draaien. Kijk eens. Het klingelt ook nog een klein beetje. Nou, we gaan hem straks nog even in 3D opplakken. En we gaan de rest nog even bedenken. Maar verder wil ik deze decoratie dus gewoon lekker rustig hier houden. Gewoon niet te veel. Zo komt het strikje mooi uit. Deze mogen nog even open. Die zitten net een beetje aan elkaar vast. En deze wordt dan nog in 3D opgebouwd en nog een paar plakpareltjes. Nou, dan is de voorkant toch al mooi. In principe zou dit ook al gewoon een mooie kaart zijn om te maken. Dus als jij zoiets hebt van, weet je, ik vind dit meer dan genoeg, stop er lekker mee en doe er verder niks meer aan. Ik ga aan de binnenkant nog even verder. Hier komen dus twee labeltjes achter. Daar ga ik gewoon alleen even een gaatje in maken. En daar ga ik een touwtje aan hangen. Dan kan je ook van die reinforcer gaatjes aanmaken. Ook dat kan nog. Even kijken, mijn groene touw gaat daar weer bij komen. Waar had ik dat nou neergelegd? Aan de andere kant. Ik denk dat ik hier gewoon een klein groen touwtje. En eventueel kun je er ook nog een eyeletje aan gaan doen. Die labeltjes ga ik misschien straks na die tijd nog een klein beetje decoreren. Maar dat gaan we nog zien. Nou, de achterkant is ook uit designpapier, dus je hebt altijd een mooie label. Schaartje.
Hier komen twee labeltjes achter geschoven. Nou, daar kan je ook een cadeaukaartje achter doen, net wat jij zelf wil. Die touwtjes die ga ik nog eventjes kleiner maken. Die zijn natuurlijk nu iets te groot. En ik zat te denken, ik had de plaatjes al 3D geknipt. Toen dacht ik in één keer, misschien is het wel leuk om hier zo een plaatje te plakken. En deze moeten nog 3D geknipt worden. Of geplakt worden. Maar zoals deze, eigenlijk hoeft hij niet eens in 3D. En als ik hem nou eens zo aan beide kanten doe. En dan ga ik gewoon een beetje verdelen. Dan doe ik deze daar weer op. Deze daar weer op. Deze daarop. En die daarop. Dan heb ik er gewoon twee 3D plaatjes van. En dan kan hier ook nog weer een leuk tekstje bij in. Wat hadden we, volgens mij hadden we iets aan de voorkant, iets van fijne kerst of iets dergelijks. Dan ga ik nu gewoon iets doen van even kijken. Maak er een prachtig jaar van. Maak er een prachtig jaar van. En dan in ieder geval ook de beste wensen. Maak er een prachtig jaar van. Is de beste wensen er ook nog in iets groter? Ja. Nou, dit zijn dus de stickertjes van Studio Light. Nou, daar gaan we nog overheen spetteren. En ik denk dat ik dan boven en onder een leuk ijskristalletje nog even ga plakken. Deze gaan we ook eventjes. Oh, wacht even. Misschien dat we zo nog een andere leuke decoratie erop kunnen doen. Ik ga dit in ieder geval zo vastplakken. Dat vind ik best wel leuk. Ik had eerst wat anders bedacht, maar nu ik hiermee bezig ben, denk ik van ja, ik vind het toch eigenlijk wel leuk om daar zo langs die cirkel dan aan beide kanten toch nog wat te plakken. Misschien dat we het straks nog even in 3D op gaan plakken, maar dan moet ik hopen dat mijn kit nog doet. Dat hij niet is ingedroogd, dat zou ook zomaar kunnen. Deze plakken we daar. Nee, ik moet alles nog gaan linken. Ik wist gewoon van tevoren niet wat ik allemaal zou gaan gebruiken. Dus dat komt nog gewoon niet. Ik ga even een slokje drinken. Even kijken, deze kant. Daar wilde ik nog wat gaan maken. En het leek me wel leuk om die kerstbel daar te gaan doen. En die kerstbel, oh, die kunnen dan wel twee keer uit gaan stansen. Ik ga eventjes mijn lijm dicht doen. Die kerstbel. Er zat heel mooi glitter cardstock ook bij deze collectie. En dat, even kijken, we gaan gewoon de basisklok gaan we uitstansen uit glitter. Die wil ik twee keer hebben. Het papiertje er even bij tussen. Bij Studio Light moet ik altijd dat extra shimvelletje er even bij hebben, dan stanst hij gewoon net wat makkelijker. En
En zeker met glitter cardstock en dat soort dingen, ja, dan is het wel fijn als je net even wat extra druk hebt. Nou, deze glitters die zijn gewoon ontzettend fijn, want die glitters die gaan niet overal en nergens naartoe. Maar die blijven gewoon netjes erop zitten. Dat wordt nummer 1. En ik wil een leuke dubbele kerstbel. Dus nummer 2 gaan we ook even uitstansen. Wat voor kleur zullen we er eens bovenop gaan doen? Goud en zilver vind ik eigenlijk wel net iets too much. We kunnen ook gewoon een leuke groene bovenkant op doen. Of een... Oh, wacht even. Ik heb denk ik nog wel een leuke metallic roze. Dat we er geen glitterroze op doen, maar een metallic roze eroverheen. We gaan eens even kijken. Even kijken, dit is die metallic roze of is... Ja, het kan wel. Kan wel qua kleur. Heb ik ook nog een ander kleurtje. Nou, ik denk dat ik toch maar roze eroverheen doe. Dan wordt het gewoon wel lekker bling bling. Wat maakt het uit? Het is toch voor de kerst. Die gaan we ook even uitstansen. Dus ook twee keer. Dit is allemaal van dat cardstock, ook van Cardeco. Zijn pakketjes A5 met hele mooie glittervelletjes. Dat is nummertje 1. Kijk, dat is de bovenkant van ons belletje. En die gaan we dan lekker daar weer overheen plakken. Even kijken dat we die stukjes er nog weer uitvissen. Dat zit dan nog net een klein beetje vast. En dan... Je wilt het ook niet kapot maken, hè? Ik moet straks gewoon na de live nog even een laatste kleine finishing touch doen. Maar de creatie gaat wel zo goed als afkomen. Kijk, die komt daar weer op. Ik vind dat wel leuk. Dan kunnen we daar ook nog weer van die leuke groene takjes achter gaan plakken. Die kunnen ze ook nog even uit gaan stansen. En ik wil nog even kijken. Ik had er in eerste instantie nog een stroopje overheen willen plakken. Of we dat gaan doen of niet. Maar dat gaan we zo even bedenken. We hebben nog eventjes, we hebben nog ongeveer een kwartiertje. Nou, dan moeten we toch een heel eind komen. Ja, weet je, dat stansen en dat kost ook gewoon altijd nog heel veel tijd. Maar ik had gewoon van tevoren geen tijd om verder alles helemaal uit te stansen. Nou, die gaat daarop komen. Dan ga ik nog even de takjes uitstansen. Ja, ik doe mijn best om zoveel mogelijk voor jullie live te gaan. En normaal gesproken, ja, weten jullie dat ik het liefste eigenlijk alles zo ver mogelijk al voorbereid heb. Dat ik in de live ook niet zoveel hoef te stansen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gisteren na de showtime, toen had ik zoiets van, ik kan niet meer. Mijn benen die gaan met dit weer, vinden ze het ook niet zo heel fijn. En ik denk, ja, ik kan dom doordoen, maar daar heb ik alleen mezelf maar mee. Ik moest echt eventjes toegeven dat mijn beentjes echt hoog moesten. En ja, dan
ging het gewoon niet allemaal qua voorbereiding. Denk, nou ja, loslaten. Het is niet anders. Kijk, deze kan daar nog weer leuk achter. En die ga ik beide nog een keer uitstanden, zodat ik aan beide kanten zo'n grote en zo'n kleine heb. En ineens bedenk ik ook nog iets anders wat misschien wel leuk is om erbij te plakken ter decoratie. Dat gaan we zo even uitproberen. Want aan die andere kant mis ik nog een klein stukje decoratie. En ik denk dat ik al wel iets zie in mijn ooghoeken met de malletjes van deze collectie, wat dan wel heel erg leuk er weer bij kan. Kijk, die kan daar nog en dan komt daar een leuk strikje nog op. En dan gaan we aan de andere kant. Ja, ik had natuurlijk die amaryllis ook nog uit kunnen stansen. Maar ja, dat wordt me allemaal net iets too much. Even kijken. Deze kleur, nee. Net een iets donkerder. Ik vind deze wel leuk. Dan pak ik mijn cirkelmalletje. Nee, ik ga het anders doen. Het glitterkaartstok. Dat is nog veel leuker. Glitterkaartstok. En dan ga ik dat eventjes vastplakken met mijn mallentee of stenceltee. Die leggen we hier tussen. Die gaan we even uitstansen. Zullen we straks ook even één zo'n zo'n rozet nog snel in elkaar plakken? Dat is misschien wel leuk, gewoon om te zien. Ik ben zelf namelijk ook wel heel benieuwd hoe ze eruit komen te zien. Dat is gewoon een beetje eigenbelang, hè? Maar dat snappen jullie wel. Kijk, dat cirkeltje kunnen we ter decoratie nog wel weer ergens voor gaan gebruiken. Maar deze, daar komen al die sterretjes weer uit te vallen. Nou, die sterretjes, dat is straks even bezigheidstherapie, maar die kunnen we lekker overal ter decoratie weer op gaan plakken. Maar ik wil deze dan door de helft knippen. Deze haal ik eruit. Jullie moeten gewoon even geduld hebben totdat ik al die sterretjes eruit heb. Vinden jullie vast niet erg. Die ga ik straks dan iets schuin afknippen. En dan komt er daar een en daar een. En dan kunnen we daar nog eventueel weer een klein strookje overheen doen. Of nog een iets grotere ijskristal op gaan plakken. Dat ga ik straks nog eventjes bedenken. Wat daar dan overheen komt. Maar deze ga ik in ieder geval wel aan beide kanten even opplakken. Klein beetje gesso eroverheen. De collectie waar ik nu mee werk is de Ruby Christmas van Amy. Nee, Precious Marieke. Kijk, dan komt er daar één en daar bovenaan één. Deze moet ietsjes kleiner.
Dus dat krijg je door twee malletjes tegelijk uit te stansen. En dan kun je die lekker zo daarop plakken. Die komt daar. En die knippen we daar even af. Dus die komt daar in het hoekje. Die losse sterretjes ga ik straks nog even overal een beetje opplakken. En dan ga ik deze daar zo opplakken. Kan je ook met een nietje vastmaken, is ook leuk. Of een klein postzegeltje eroverheen doen. Weet je, alles kan nog. Ik wil alleen deze gewoon niet te druk maken. Dat vind ik bij die 3D-kaarten dan weer, ja, net wat too much. Nou, die sterretjes, dat wordt dus bezigheidstherapie. Die ga ik nog even allemaal opplakken. Ik heb mijn takjes, die ik ook nog even groen ga, of wit ga maken. Nou, er komt straks dus nog een finishing touch. En ik moet nog eventjes ook aan deze kant nog wat spetteren met mijn Posca. En ik ga even kijken of ik aan deze kant nog een strookje eroverheen ga doen of niet. Dat gaan we nog even bekijken. En we gaan zo'n rosetje maken. En dan is mijn tijd denk ik ook al wel weer voorbij. Het gaat veel te hard. Deze kunnen er misschien nog wel weer onder plakken. Even kijken of ik mijn strookje kan vinden wat ik hier op bedacht had. Deze. Ik dacht namelijk eerst om daar dat strookje te maken. En dan aan beide kanten. Even kijken waar ben je. Met die mooie randmal. Daar nog een strookje achter te doen. Dan moet ik even kijken of dat precies uit gaat komen. Dat je hem gewoon een keer verlengt. En dan doe ik daar die kerstbelletjes bovenaan. Dan ga ik deze daar achter plakken. Lintje erop. En ik had nog een leuk klein labeltje. Die komt daar dan overheen. Dan kan daar ook nog weer een kleine tekst op. En dat gaan we doen. Ik ga deze even één keer uit groen uitstansen. Of twee keer om te kijken hoe het wordt. Dat ik het zo goed als klaar heb liggen voor jullie. Al met al moet ik hem drie keer hebben. Dat weet ik zeker. Weet je, dan wil je eigenlijk de kaart nu ook wel helemaal tijdens live afmaken. Maar ja, dan weet ik dat ik te gehaast ga werken. Dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Ik kan beter de laatste finishing touch gewoon vanmiddag nog even doen. Dan wordt het mooier. Kijk, dit is eigenlijk een rosetmalletje wat je dus helemaal kunt vouwen. Maar het is natuurlijk ook ontzettend leuk om daar gewoon zelf zo een randje van te maken. Die ga ik er na die tijd gewoon even achter plakken. Maar ik ga straks wel het rosetje laten zien van een metallic kleur. Hoe die gaat worden. Die had ik gisteren voor de showtime al uitgestanst. Dus dat kan ik nog even laten zien. En weet je, ik vind de kaart zelf wel ontzettend leuk worden. Ik kan er niks aan doen. Ik ben er wel weer heel blij mee. Deze komt daarachter. Die moet ik nog één keer uitstansen. Nou, we hebben straks onze beweging voor vandaag ook wel weer gehad. Weer genoeg gestanst.
plak ik straks gewoon hier nog even zo een stukje bij aan. Zodat die randmal gewoon helemaal door gaat lopen aan beide kanten. Nou, je had ook nog kunnen zeggen van ik doe het randje hierachter. Is ook leuk. Maar ik wil die pocket gewoon redelijk eenvoudig houden. Dus dit ga ik nog even hierachter plakken allemaal. Komt die tekst daar nog eventjes op. Die gaat daar uiteraard weg. Deze komen daar nog op. Nou, hier zou eventueel... Oké, er zit nog... Een heel klein rondje. Die zou je er eventueel nog overheen kunnen doen. Of dat we hier nog een ijskristalletje doen. Dat ga ik nog even bedenken. Dit gaat dus hier aan de binnenkant nog vastkomen. De losse ijskristalletjes ga ik nog opplakken. Nou, de voorkant moet ik ook nog even 3D opwerken. En daar kan ik nog wat van die kleine sterretjes bij plakken. En ik wil nog even voor jullie die rosette op gaan bouwen. Die wil ik gewoon zelf ook zien. Even kijken, waar had ik die? Ik had die gisteren namelijk al uitgestanst. En... Die heb ik daar en daar. Nu moet ik alleen even kijken waar ik dat zakje heb met die rondjes. Ik had de basisrondjes ook al uitgestanst. Even zoeken. Zoek. Nou. Ik moet ze hebben. Maar waar? Nou, anders dan ga ik ze wel eventjes opnieuw uitstansen. Dat is toch gek. Wacht even. Ik ga nog even één keer spieken. Ik had ze in een zakje gedaan. Ik heb ze. Ik wou net zeggen, ik had ze in een zakje gedaan, want daar had ik ook al die metallic dingen in zitten. Bij deze serie zitten ook wat rondjes en wat basismalletjes en die kan je er weer op gaan plakken. Ik ga even alles verzamelen. Dit is trouwens met metallic cardstock van Findit gedaan. Van Studio Light gedaan. Dus dat kan je er ook voor gebruiken. We hebben een basisrondje. We gaan deze even vouwen. Ik had hem al gevouwen. Er zitten ook hier onderaan van die kleine gaatjes. En ik denk dat het ook wel heel leuk is als je daar een touwtje doorheen rijgt. Dat je hem dan heel mooi ook als hanger kunt doen. Deze plak ik alvast eventjes tegen elkaar aan. Oh, ik vind die rosetjes altijd zo lastig om te maken. Het makkelijkste is dat je die eigenlijk al gelijk op die onderste cirkel vastmaakt. Ja, en zeker nu ik dat zo spontaan wil doen, gaat dat niet zoals ik dat wil natuurlijk. Ik ga hier even een dot lijm op doen. En dan
plak ik deze daaronder. Even goed vasthouden. Kijk, want dan zit hij vast op een basis. Dan is dat iets makkelijker vast te plakken. Eigenlijk had ik dat met lijmpistool moeten doen. Dan zit het gelijk goed vast. Ja, ik ben altijd bang dat ik dan mijn vingers verbrand. Zeker in de live. Die luistert ook niet. Nou, jullie snappen het wel. Deze orders zo aan elkaar. Je moet hier gewoon rustig de tijd voor nemen. En dan plak je daar zo'n bovenkantje weer bovenop. Nou, ik ga dat gewoon eventjes rustig nog uitwerken. Ik ga er nu niet eens langer mee bezig zijn. Want jullie zien wel, het lukt voor geen meter. En als ik hier rustig voor ga zitten, heb ik ze straks zo in elkaar. Dus de foto hiervan komt later nog. Je kan ook heel leuk een lintje dus door deze gaatjes rijgen. Ik ga het resultaat laten zien, want ze zijn ontzettend leuk. Maar ik moet daar eventjes gewoon lekker relaxed voor gaan zitten. Deze kerstkaart ga ik vanmiddag eventjes nog verder afmaken. En het resultaat gaan jullie zo snel mogelijk zien. Voor nu allemaal heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!